Zomer in Sint-Niklaas betekent elke dinsdagavond parkies in het Romeinde Fitspark. En ook deze week zat de sfeer er goed in met coverband Uncle Phil. Parkies is eigenlijk het kleinste, grootste festival van België. We zijn ondertussen aan onze 29e editie toe. Dat zijn 108 concerten, verspreid over 15 locaties in Vlaanderen met meer dan 20 artiesten. En die zijn samen goed voor meer dan 250.000 bezoekers. En hier in Sint-Niklaas zijn we altijd ontzettend welkom in het Romain de Fitspark. Zoals je een beetje kan zien, is de parkies staat voor gezelligheid. Mensen komen hier verbroederen, mensen genieten van een hapje, een drankje en van de muziek, van heel goede optredens. Het leuke is dat je hier bijvoorbeeld de vrouw die aan de kassa zit in de Superette kan ontmoeten. Je buurvrouw, je parkies beleef je met vrienden, familie. Dat is echt het gebeuren waar het voor staat. Een kleinste, gezelligste, maar ook groot festival van België. Dat zijn we eigenlijk, de parkies. Daar staan we voor. En iedereen heeft zo zijn reden om hier te zijn. Voor dansen, voor de luisterende muziek, voor een beetje kijken aan andere mensen, een beetje drinken en zo. Het is goed weergekomen, het is nog niet gewandeld. Je denkt ietsje, kom mensen tegen en je ontdekt nieuwe groepen, nieuwe muziek. Dus daar staan we altijd voor open. We worden er altijd gezellig genomen van. Gezellig samen eten, drinken. En dat vind ik fantastisch. Het gezellig buiten met een vriendin, iets drinken, achtergrondmuziek. Af en toe iets dansen hebben van voorstaan. Dus ja, gewoon gezelligheid. Hè. Wie komt er nog? Nou, hou je vast. We hebben Belle Perez, die is op tournee. Die viert haar 20-jarige carrière. Met een fantastisch Perez-concert, om het zo te zeggen. Dat zijn alle stomende hits, alles erop en eraan. Dat is Fiesta Perez. We hebben Meteor, muzikale belofte, heel straf. Scoort ook met Horizontaal en zal ook bewijzen dat hij veel meer is dan dat. Daarnaast hebben we Boulevard Vinyl, die ook langskomen. We hebben Coco Junior met zijn All-Stars. Altijd goed voor veel sfeer. En ja, dan weet je gewoon dat er alle muziekstijlen door elkaar zijn. En we sluiten af op 13 augustus. Dinsdag 13 augustus met de enige echte Willy Sommers. Willy was een van de absolute smaakmakers op de laatste editie van Pukkelpop, stond hij met Mauro. Maar bij ons staat hij volwaardig ook op de affiche. En Willy, ja, ik ben ervan overtuigd dat het park, het Romeinde Fitspark in Sint-Niklaas te klein gaat zijn als Willy komt. Dankjewel.